Dit is Veronica. The Young One. You're going to have to vacate the premises immediately. Tweede kerstdag. John Travolta in White Man's Burden. Louis Pinnock staat plotseling op straat. I don't want to hear you promise anything. Just do something. Behoorlijk gefrustreerd reageert hij zich af op zijn vroegere werkgever. The fucking keys. There's only two ways out of here. Through the front window or over my ass. Now put your head on a dash. I can let you go, Thad. Maar de rijke Thad laat zich niet zomaar kidnappen. John Travolta. Motherfucker. In White Man's Burden. Tweede kerstdag om 9:30 bij The Young One. Ja, dit was het bijna voor vanavond. Maar voor morgen, de eerste kerstdag, zijn we er weer met onder andere de speelfilm Bird on a Wire. Hierin zie je Goldie Hawn en Mel Gibson volop in actie. Gibson was 15 jaar geleden betrokken bij een drugsmokkel en houdt zich sindsdien verborgen met behulp van de FBI. Maar als hij per ongeluk zijn oude vlam Goldie tegenkomt, wordt het allemaal behoorlijk ingewikkeld. En Gordons doorgedraaide kerstshow. Gordon à la kerstmist, kerstman en natuurlijk ook als zanger. Dat morgen, nu voor degenen die eerder op de avond Big Brother gemist hebben, een herkansing. Ik neem afscheid voor vanavond en wens jullie een hele fijne kerst.